Je mag niet rijk worden over de rug van anderen. Ja, dus als je ja. toevallig hartstikke goed bent in je vak, bijvoorbeeld als coach, en je weet in hele gevoelige situaties heel veel verschil te betekenen. Mm-hmm. Maar mensen zeggen, ja, maar je mag niet zomaar geld vragen. Want mm-hmm. dan verdien je eigenlijk aan de ellende van anderen. Ja. Ja. Dan zit je ook klem, snap je? Ja, absoluut. Dat is een hele interessant inderdaad, want je verdient op een bepaalde manier aan de ellende van anderen. Natuurlijk met de intentie om ze eruit te helpen. Ja, nou ja, en dat kan natuurlijk, dat is wel leuk, want we hebben de vorige keer dat we elkaar kort spraken, we zijn natuurlijk ook allebei coach, dus je kan het en bekijken vanuit hoe ga ik om met mijn cliënten, maar als coach kijk je ook gewoon naar jezelf en naar je eigen ontwikkeling.